Goedenavond, welkom bij Ter Zake. President Zelensky bezocht Bucha, waar volgens hem een genocide plaatsvond. Це військові злочини і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулося, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. In Bucha toont oorlog haar ware gelaat in de lijken van meer dan 400 burgers. Luid klinkt de roep om gerechtigheid, maar kan dat en hoe dan? We praten met Rachel Denber van Human Rights Watch en professor internationaal recht Jan Wouters komt naar de studio. Europa overlegt over meer sancties na het bloedbad in Bucha. De uitsluiting uit bankensysteem SWIFT kan nog behoorlijk aangescherpt, zegt Bessel Kok, grondlegger van het SWIFT-systeem. En in Hongarije wint premier Orbán overtuigend de verkiezingen met een pleidooi voor vrede en tegen de NAVO. Het is maandag 4 april, dit is Ter Zake. Er zijn eigenlijk geen woorden voor de beelden uit Bucha die sinds dit weekend naar buiten komen. Bucha is, net als Irpin, een klein stadje ten noorden van Kiev. Een maand lang hadden Russische troepen er voet aan de grond, tot ze zich dit weekend terugtrokken. En waarom precies, is niet helemaal duidelijk. Nu ze de aftocht hebben geblazen, blijkt welk bloedbad er heeft plaatsgevonden. Meer dan 400 burgers zijn er gedood. Oekraïne beschuldigt Rusland, Moskou ontkent en wijst naar Oekraïne zelf. Ik wil u waarschuwen voor harde beelden. Bram van de Putten. De straten van Bucha liggen vol lichamen, lichamen van inwoners. Wie de stad wil binnenrijden, moet slalommen tussen de lijken. In dit magazijn zijn 9 mannen gefolterd en vermoord. Hun handen zijn vastgebonden. Wat verderop, in een kelder, ontdekt het Oekraïense leger nog meer slachtoffers. Ook deze mannen zijn van dichtbij geëxecuteerd. Het zijn gruwelijke ontdekkingen. Overal klinkt hetzelfde verhaal. Het Russische leger heeft mannen vermoord en vrouwen verkracht. Deze vrouw heeft haar eigen zoon in de tuin moeten begraven. Een maand lang was dit gebied in handen van Rusland. Maar nu de Russen hun uitgebrande tanks hebben achtergelaten, worden de oorlogsmisdaden pas echt duidelijk. Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Alleen al in de regio rond Kiev zijn voorlopig 400 lichamen gevonden. Hoeveel mensen er in dit massagraf begraven zijn, is nog niet duidelijk. Eén vrouw getuigt anoniem hoe het Russische leger volledige dorpen uitkamde op zoek naar Oekraïense soldaten. Ik ging naar twee dorpen, met W. Ik ging naar het dorp Burat en de Russen. Ik ging naar het dorp Katar.
забрала на ще одного. На селі оказалися теж предателі, водили їх по хатах, по всіх цих хлопцях, що була тероборона. Але хлопці ж теж потікають, так само, як хлопина стигла. Haar man overleefde het niet en werd gedumpt in een waterput. Ook het gezin van de lokale burgemeester werd vermoord door Russische militairen. Het Kremlin ontkent voorlopig alles en noemt de verhalen uit Bucha fake en een Oekraïense provocatie. Het zijn schokkende beelden. Jan Wouters, professor internationaal recht aan de KU Leuven, welkom. Voor we zo meteen gaan praten, zou ik u willen uitnodigen om mee te kijken naar een gesprek dat ik eerder vanavond had. Toen sprak ik met Rachel Denber van Human Rights Watch over de getuigenissen die zij verzamelde in verschillende door Russische troepen bevochten delen van Oekraïne. A very good evening, Rachel Denber. You're deputy director at Human Rights Watch for Europe and Central Asia. You heard testimonials of what people witnessed and suffered in Ukraine. Can you give us an example of what you heard, what you were told? Thank you so much. Yes, our researcher interviewed 10 people who talked about specific war crimes that happened in 3 different regions of Ukraine while they were under Russian control or Russian occupation in recent weeks. So one witness told us that she saw a summary execution of a young man on March 4th in the town of Bucha, which, as you know, has been in the news. She told us that Russian forces on that day, on March 4th, rounded up about 40 people, brought them out to a square, asked to see their documents and their cell phones, eventually brought out at least about 5 other young men, forced them to kneel, forced them to take off their boots and their jackets and to pull their t-shirts over their head. And then she saw that one of the soldiers shot one of the 5 young men in the back of the head. How does Human Rights Watch go about gathering evidence of these atrocities? What's the work process? Well, the main work process is to interview people and to interview them in great detail, making sure that their stories check out, making sure that they are credible. We've done these interviews by phone. We've also done them in person in Lviv. We also interview other witnesses to some of these cases. And when it's possible, we also go to the scenes of these, you know, where these incidents take place. Now, we haven't been to several of these places so far. They only just came out from under the Russian control. Mm-hmm. And how would you say do these findings in Ukraine compare to atrocities that you investigated in other wars? Try not to compare, actually. I don't think I would like to compare what's happened in Ukraine to what's happened in Syria or in Chechnya or Georgia or other places. Each place has its own dynamic and its own circumstances there. But what's common to all of them is the fact that there are the Geneva Conventions. All parties to armed conflicts have an obligation to abide by these by the rules of armed conflict to protect civilians, and anyone who has been violating them, especially when they amount to war crimes, needs to be held accountable. Mm-hmm. Yeah, you call it war crimes. How does your evidence, the evidence that you gather, help victims in the end? So what we do is we pull together our documentation and we make it public as soon as we think it's credible. But we're ultimately not a court of law. Sometimes courts like the ICC or tribunals or even national courts or the European Court of Human Rights, sometimes our information can assist courts with their investigations and their conclusions. But you know what's really needed are thorough, impartial investigations that are guided by, you know, by experts, by forensic experts, ballistic experts, legal experts. And part of that is what you are doing at Human Rights Watch, so. Of course. Mm-hmm. Thank you very much for talking to us, Rachel Denver. Thank you so much.
Dat was dus eerder vanavond. Professor Wouters, ik zei het al, gespecialiseerd in internationaal recht. Mevrouw Denbar had het over war crimes, oorlogsmisdaden. Maar president Zelensky van Oekraïne had het over genocide. Hoe beoordeelt iemand vanuit uw vakgebied wat hier in Oekraïne gebeurt? Ja, het zijn duidelijk internationale misdaden die begaan zijn. En we hebben daar typisch een drietal namen voor. Oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide. Dat zijn ook de drie zwaarste misdaden waar het internationaal strafhof voor bevoegd is. En oorlogsmisdaden, dat kunnen individuele handelingen zijn. Bijvoorbeeld, men bombardeert een burgerdoelwit, een appartementsgebouw of een hospitaal, zoals we dat helaas ook heel vaak gezien hebben in deze oorlog. Misdaden tegen de mensheid zijn eigenlijk al een beetje meer systematisch. Dat gaat eigenlijk om stelselmatige, wijdverbreide aanvallen op een burgerbevolking. En ik ben, als ik deze beelden zie en ook al die getuigenissen, de schaal ervan enzovoort, ben ik geneigd om eigenlijk een stapje verder te gaan en te zeggen, dit gaat verder dan een individuele oorlogsmisdaad. Hier zit blijkbaar ook een zeker systeem in. Het gaat om eigenlijk een terreuractie tegen een burgerbevolking. Maar u noemt het nog geen genocide? Nee, genocide lijkt mij eigenlijk een beetje een stapje te ver. Waarom? Dat is de zwaarste internationale misdaad waarbij je echt het bewijs moet leveren dat men de intentie heeft een hele bevolking uit te roeien. En als in een plan dat dan ergens op papier staat, bij wijze van spreken. Exact. En waar meestal ook echt een systeem en ook een overheid of minstens een zeer krachtige organisatie achter schuil gaat om dat te kunnen uitvoeren. En dus we kunnen hier spreken van verschrikkelijke misdaden, maar ze zijn nog niet op een schaal gepleegd zoals we dat bijvoorbeeld gezien hebben in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nu, we hoorden het. Er zijn heel veel mensen, organisaties gespecialiseerd in en bezig met het verzamelen van getuigenissen van feiten op het terrein, om dan eventueel een zaak te kunnen beginnen. Maar wie beslist dat uiteindelijk, of het tot een rechtszaak komt en wie kun je dan eventueel aanklagen? Wel, eerst en vooral, er zijn dus inderdaad ontzettend veel organisaties al actief in Oekraïne. U sprak met Human Rights Watch, dat is er één van, een heel prominente, een heel goede. Er zijn ook duizenden vrijwilligers al actief daar echt in het domein om zoveel mogelijk te documenteren, om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te vergaren. Dat is heel goed, dat is heel belangrijk. Wat we niet weten, is wat de kwaliteit van al dat bewijsmateriaal is. En dus het zal op een bepaald moment echt belangrijk zijn dat experten, en dus uw gesprekspartner noemde al juridische experten, forensische experten enzovoort, dat die echt door al dat materiaal gaan om een overtuigend dossier samen te stellen. En zo'n dossier met dat materiaal moet dan naar een aanklager gaan, bijvoorbeeld de openbare aanklager van het internationaal strafhof. Meneer Daan, die eigenlijk ook al met een team ter plaatse is of een team gestuurd heeft om onderzoek te doen. Exact. En die zijn ter plaatse en die doen goed werk. Het is natuurlijk een probleem. Zij werken onder de hoogste internationale standaarden. Dus zij moeten echt overtuigende bewijzen zien te vergaren. We weten eigenlijk de dag van vandaag nog niet of veel van de bewijzen of elementen die gehaald worden, bijvoorbeeld van sociale media enzovoort, of die echt wel voldoende overtuigend gaan zijn voor een zaak voor het internationaal strafhof. En ook aanduiden wie de schuldige is dan? De schuldige aanduiden, identificeren, want het gaat altijd om een strafproces tegen een dader. En bovendien, je moet niet alleen de feiten aantonen, je moet natuurlijk ook het opzet aantonen. Je moet ook echt de intentie aantonen om bewust mensen te doden, bijvoorbeeld een burgerbevolking te terroriseren enzovoort. Onze premier zei vanavond van wat hem betreft zou uiteindelijk Poetin voor het internationaal strafhof moeten kunnen verschijnen. Hoe waarschijnlijk is het dat dat gebeurt? Ik denk dat de kans eigenlijk onbestaande is. Momenteel toch. Dat wil zeggen, zolang Poetin aan de macht is, zolang hij staatshoofd is van Rusland, want dat is hij, zal hij waarschijnlijk nooit worden uitgeleverd. Het internationaal strafhof, we moeten dat ook goed beseffen, is niet oppermachtig. Het internationaal strafhof heeft geen eigen politie of andere diensten die kunnen een bepaald aanhoudingsbevel afdwingen. Ze hangen volledig af van de medewerking van de 123 landen die bij het strafhof zijn aangesloten. En overigens is Rusland niet bij dat strafhof aangesloten. Dus Rusland heeft eigenlijk op zich geen enkele verplichting om mee te werken met dat strafhof. Maar indien Poetin dus echt zou door het strafhof geviseerd worden, ben ik heel zeker dat Rusland als grote mogendheid waarschijnlijk politiek heel veel moeilijkheden gaat veroorzaken. Maar dan zou dat ook al betekenen dat er heel duidelijke rechtstreeks aan hem toe te schrijven, bevelen of wat dan ook,
zouden gevonden moeten worden. Exact, en dat is juist de grote moeilijkheid. Dus hoe hoger je gaat in de hiërarchie, hoe moeilijker het eigenlijk wordt. Waarom? Omdat je moet echt kunnen aantonen dat de bevelen van hoger hand kwamen. Dat men dus op dat niveau echt hetzij de bevelen zelf gegeven heeft of minstens zich bewust was van de grote wandaden die gebeurden op het terrein en daar niet heeft tegen willen optreden. Dat kan ook. Wat je nu ook ziet bij wat nu bekend raakt in Bucha en op andere plekken, is dat Rusland zegt niks mee te maken. Maar ze gaan nog een stap verder en ze zeggen, hoe zijn jullie er zeker van dat dit niet wandaden zijn die door Oekraïners zijn begaan? Er zijn ook al meldingen van inderdaad mishandelingen van Russische krijgsgevangenen die ook geparadeerd zijn voor het oog van de camera, neergeschoten in hun knieën. Ja, kan het dat de westerse gemeenschap zich hierop verkijkt op een of andere manier? De waarheid is altijd het eerste slachtoffer van een oorlog. Dat weten we. Dat weten we ook uit het verleden. Dus we moeten alles echt ook wel heel goed checken of de bronnen inderdaad authentiek zijn. Nu, wat wij hier gezien hebben, lijkt me toch heel moeilijk een soort van opgezet spel te zijn. Mm-hmm. Dus het is duidelijk dat er een terugtrekking is van Russische troepen en dat ze ontzettende wreedheden hebben begaan bij dat terugtrekkingsproces. Mm-hmm. Dus daar lijkt me eigenlijk geen sprake te zijn van opgezette spellen. En dan wil ik nog eens helemaal naar het begin gaan, namelijk de inval van Rusland in Oekraïne. In hoeverre is dat eigenlijk al een basis om een zaak op te vestigen, starten, hoe moet ik het uitdrukken? Kan dat? Ja, omdat wat Rusland gedaan heeft, dus echt een gewapende aanval tegen een soeverein ander land, is eigenlijk nog een andere internationale misdaad en dat noemen we de misdaad van agressie. Ook daarvoor is het internationaal strafhof bevoegd, maar er zit een addertje onder het gras. Het internationaal strafhof kan dan enkel bevoegdheid uitoefenen tegen landen die het statuut hebben geratificeerd. Dat wil zeggen, niet tegen Rusland zelf. Dus als Rusland een land binnenvalt, kunnen Russische bevelhebbers of daders niet vervolgd worden voor het internationaal strafhof, jammer genoeg. Daarom dat er nu hier en daar voorstellen opgaan om bijvoorbeeld een soort van ad hoc tribunaal op te richten dat specifiek voor die misdaad van agressie, dus dat gewapenderhand binnenvallen van Oekraïne, zou bevoegd zijn. Ja, en nog iets anders zijn nationale rechtbanken die ook oorlogsmisdadigers zouden voor het gerecht kunnen brengen, nog los van de zware procedure bij het internationaal strafhof. Daar is ook een voorbeeld van. Dat klopt. Er zijn dus al een tiental landen die strafrechtelijk onderzoek aan het voeren zijn. En ook vaak in samenwerking met Oekraïne zelf. Dat natuurlijk als land waar de feiten zich hebben voorgedaan, als allereerste bevoegd is om te onderzoeken en te vervolgen. Dat is perfect mogelijk. En we hebben bijvoorbeeld begin van dit jaar gezien in Duitsland een heel belangrijke uitspraak waarbij een Syrische oud-kolonel veroordeeld is geworden onder de Duitse wetgeving, het internationaal strafwetboek van Duitsland, voor dus misdaden tegen de mensheid, omdat hij in Syrische gevangenissen mensen heeft laten folteren. Dus dat kan inderdaad. En ook daar is gebleken dat bijvoorbeeld organisaties als Human Rights Watch belangrijk bewijsmateriaal hebben kunnen aan het hof verdienen. Er is één addertje onder het gras opnieuw. Zo'n nationaal tribunaal moet de immuniteiten respecteren van een internationale leider zoals Poetin. Dus zolang Poetin aan de macht blijft, staatshoofd blijft van Rusland, kan een nationaal tribunaal elders in de wereld hem eigenlijk niet berechten. Conclusie, gerechtigheid is in elk geval een zaak van lange adem, geduld en precisie, begrijp ik. Heel hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. En eerder zeiden we dat het niet helemaal zeker of duidelijk is waarom de Russische troepen rond Kiev zich hebben teruggetrokken. Een van de scenario's waar men rekening mee houdt, is dat het Russische leger krachten wil verzamelen in het oosten van Oekraïne. Marcel van der Steen, journalist in Odessa op dit moment. Hele goede avond, dank om tijd voor ons te maken. Merk jij al iets van een verhoogde Russische activiteit in de regio waar jij bent? Ja, zeker. In Odessa. Ik ben hier afgelopen vrijdagavond aangekomen. En eigenlijk hebben we elke nacht hier raketaanvallen gehad. Deels vanaf Russische marineschepen die hier in de Zwarte Zee liggen. En deels vanuit de lucht. Gisteren nacht bijvoorbeeld werd een oliedepot hier geraakt. Dat leverde een hele grote brand op uiteraard. En zwarte rook die eigenlijk tot vanochtend, begin van de middag, nog boven de stad hing. En ook vannacht zijn er nog weer 4 raketten uiteindelijk neergekomen. Het Oekraïense leger is daar niet helemaal duidelijk over waar dat nu precies is neergekomen. Maar ze zeggen in ieder geval, er zijn geen slachtoffers bij bereikt of bij gevallen.
En ook is uiteindelijk het doel, zeg maar, niet geraakt. Maar zeker sinds afgelopen vrijdag elke nacht hier raketaanvallen. En wat in Bucha is gebeurd, de beelden die van daaruit nu wereldwijd bekend raken, dringt dat ook door tot bij de mensen die nog in Odessa zijn? En wat doet dat met hen? Ja, zeker. Natuurlijk ook dit weekend is hier, zijn die beelden heel hard aangekomen. Mensen zijn geschokt en zijn natuurlijk nog meer geschokt omdat het gaat over Oekraïners, hun landgenoten, eigenlijk heel relatief dichtbij, die op deze manier zijn gedood. En ze zijn dan ook, het vergroot eigenlijk de angst hier ook in Odessa. Naast die raketaanvallen die we dit weekend zien, betekent dit natuurlijk ook dat het heel erg duidelijk maakt hoe erg het kan aflopen op het moment dat Russische troepen hier ook, of over land of misschien vanaf de zee, ook Odessa zouden willen innemen. Daar is op dit moment nog geen sprake van, maar dat is zeker wel een angst die groter is geworden na het zien van de beelden uit Bucha. Mm-hmm. Ja, want hoe moet ik me het leven op dit moment in Odessa voorstellen? Zijn daar nog heel veel mensen? En kun je nog enigszins normaal, tussen aanhalingstekens, met alle voorbehoud leven? Dat is wel wat mensen proberen. En dat is ook wat ze zeggen. Van, ik heb afgelopen weekend met heel veel mensen gesproken die bijvoorbeeld als vrijwilliger werken of die zichzelf laten even een stoomcursus volgen om militaire handelingen te verrichten, om bijvoorbeeld een Kalashnikov te gebruiken. Maar ze zeggen ook van, wij willen ons niet laten bepalen door Poetin wat we doen of niet. Maar tegelijkertijd, de angst is heel groot. En dat zeggen mensen ook. Tuurlijk, we zijn ook gewoon bang. En je ziet dus op straat dat het ontzettend stil is. Het is nu hier 20:20. En 9:00 gaat hier de avondklok in. En dan moet je echt wel op tijd binnen zien te komen. Omdat het gewoon heel grimmig en stil is, 's avonds na 9:00. En vaak luchtalarm en andere aanvallen, dat gebeurt toch vaak op het moment dat het donker is. Dus stil en tegelijkertijd proberen mensen het hoofd recht te houden. Maar ze houden natuurlijk ook rekening met het scenario dat dus inderdaad er een grotere aanval komt hier op Odessa. En dan zijn er ook mensen die overwegen uiteraard om hun spullen te pakken en al na te denken over waar ga ik heen, naar Moldavië, naar Roemenië. Dus als dat gaat gebeuren, dan zal er weer een grotere vluchtelingenstroom op gang komen vanuit dit gebied, vanuit Odessa. Marcel van der Steen, heel hartelijk dank voor je verslag vanuit Odessa. Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. Donc nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier avec l'Allemagne, mais nous allons prendre des mesures individuelles supplémentaires. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait un train de sanctions et qu'en particulier, déjà sur le charbon et le pétrole, dont on sait qu'ils sont particulièrement douloureux, on puisse agir. Ja, dat was de Franse president Macron. De roep om aangescherpte sancties klinkt steeds luider na de beelden uit Bucha. Europese lidstaten plegen deze dagen overleg daarover. Een van de mogelijkheden is de toegang tot SWIFT, het communicatiesysteem tussen banken, nog meer te beperken voor Russische banken. Een van de grondleggers van SWIFT, Bessel Kok, is alvast voor. Dirk van Zundert sprak met hem. Hoe ver moet je gaan om die afschuwelijke oorlog te stoppen? En daarvoor is SWIFT natuurlijk een aangewezen middel, of op zijn minst één van de aangewezen sanctiemiddelen die bestaan. Aan het woord is de Nederlander Bessel Kok. 80 is hij intussen. De wat oudere kijkers onder u kennen hem ongetwijfeld als gewezen CEO in de jaren 90 van Belgacom, wat nu Proximus heet. Maar voor hij Belgacom ging leiden, was hij een van de grondleggers en een tijd lang ook CEO van SWIFT. SWIFT, hier op oude beelden, is als bedrijf opgericht in de jaren 70. Banken communiceerden toen onderling nog met telexen. En SWIFT ging dat moderniseren. De bedoeling was om een aantal banken in Europa, in eerste instantie, met elkaar te verbinden via een vaste telefoonlijn en zo via daar een toenmalige grote computer aan te verbinden en dan een betaling te doen via een soort netwerk, een soort sterrennetwerk en daarmee die omslachtige
wijze van betalen tussen banken te vervangen. Leuk om weten, in december 1989 wordt de eerste bank van wat toen nog de Sovjet-Unie was, geconnecteerd aan SWIFT. Intussen is er internet gekomen en is SWIFT het belangrijkste platform wereldwijd voor communicatie tussen banken. Ja, miljarden berichten gaan vandaag over dat netwerk, over dat SWIFT-netwerk. 200 landen. Het is niet alleen pure betalingen, het is ook foreign exchange transactions, het zijn bevestigingen, een heel aantal type messages. Op 24 februari valt Rusland Oekraïne binnen. Over de hele wereld wordt er met afschuw gereageerd. Bijna alle landen kondigen sancties af tegen Rusland. Een deel van die sancties verloopt via SWIFT. We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. Het gaat voorlopig om maar 7 Russische banken, terwijl er tientallen Russische banken op SWIFT aangesloten zijn. Volgens Bessel Kok moet de SWIFT-kraan nog verder dichtgedraaid worden. En dat krijgt hij ook te horen bij mensen die hij kent in Oekraïne. Hi Bessel, just learned that the Russian spare bank is excluded from the list of SWIFT switch-off. It's very unfortunate and stupid decision. That's not my text. Huh? Makes the whole SWIFT issue ineffective because Sberbank is the foundation of the Putin regime and war machine. Dat was de een. En dan heb ik hier nog een andere. En dit zijn dus mensen die economen die werken binnen Oekraïense banken. Bessel, more help. 2 more banks critical for Russian army and economy are also excluded from the sanction list. It's not funny anymore. SMP Bank, owned by the Rotenberg brothers, the closest wallet of Mr. P, owners of defense plants in Russia. MCB Bank, owned by Rosneft, key producer and exporter. Dus ja. U hoort het, het is wanhopig aan de Oekraïense kant. En het past dus inderdaad in het totaalbeeld van veel strengere sancties waar zij om vragen ten opzichte van het huidige pakket. Kok pleit dus voor uitbreiding van de sanctielijst op SWIFT, ook al is dat onder meer door onze afhankelijkheid van Russisch gas niet evident. Het lastige natuurlijk is dat men moest gaan sanctioneren. Banken gaan sanctioneren, eventueel, die ook verantwoordelijk waren voor de betalingen van de gas- en olierekening. En dan kom je in een soort conflict met jezelf. Moet ik nu de bank die ik nodig heb om mijn betalingen voor gas en olie, en ook misschien nog andere dingen, moet ik die nu gaan sanctioneren? Dat is de reden waarom er maar een beperkte lijst is uitgekomen, tot nu toe. Europees huiswerk dus. En in dat verband niet oninteressant. Zondag, afgelopen zondag, waren de verkiezingen in Hongarije. En in de overwinningsspeech van de Hongaarse premier Viktor Orbán klonk deze opvallende sneer. Kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták, a Soros birodalom minden pénzei szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Ja, Orbán wordt dus na de verkiezingen van gisteren nu voor de 4e keer regeringsleider in Hongarije. En de Russische president Poetin feliciteerde hem al. Hongarije maakt geen geheim van de nauwe banden met Moskou en ligt als EU-lid vaak dwars over de dragende principes van diezelfde Europese Unie. Wat betekent Orbáns overwinning voor de tot nu toe eendrachtige houding van de EU tegenover Rusland? Jan Baljouw en Lauke van Andriessen. Akkora győzelmet arattunk, hogy még a holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. This is a surprise to everyone. I believe Orbán himself must have been surprised by this.
Ook politicoloog Zoltán Miklósy was verrast door de schaal van Orbáns overwinning. Een 2/3 meerderheid in het parlement, de oppositie van tafel geveegd. Het valt niet los te zien van de oorlog in Oekraïne. Interestingly, many people expected that the war might hurt Orbán politically because he is closely aligned with Putin. And most people view Russia's decision to start an aggressive war against Ukraine negatively. However, it turns out that in a period of uncertainty, people prize security and stability more than ideological sympathies. And second is that our good relationship with Russia is the condition of cheap energy prices. Barátaim, a mi érdekünk az, hogy ne legyünk gyalog áldozat valaki más háborújában. Ebben a háborúban mi semmit se nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Ebből a háborúból ki kell maradnunk. Egyetlen magyar sem kerülhet az ukrán üllő és az orosz pörő közé. Met deze houding isoleerde Orbán zichzelf binnen de NAVO en de EU. Extra NAVO-troepen aan de Hongaars-Oekraïnse grens werden slechts schoorvoetend toegestaan. Binnen Europa stond Orbán op de rem bij sancties. Van geen enkele Europese leider kreeg hij vandaag felicitaties. Wel van Vladimir Poetin. We know it from reporting that at each juncture Orbán tried to soften the sanctions, even if in the end he goes along with the joint decision. Yeah, most of the time he was not in a position to block them by himself. It is also true that he might be getting more isolated internationally, because now even Poland, he has a conflict with his old ally. Binnen de Europese Unie hertekent de oorlog de Pools-Hongaarse as. Voordien was het Polen en Hongarije samen tegen wat zij beschouwen als Brusselse inmenging, als het gaat over het inperken van de persvrijheid of LGBT-rechten. Nu komen er barsten in de vriendschap. In Polen wordt de Russische invasie breed veroordeeld en kijken ze met ontzetting naar Orbáns houding tegenover Rusland. Een houding die des te opvallender is gezien de persoonlijke geschiedenis van Orbán. Erejében képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának. Ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem előtt 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak. Een jonge Viktor Orbán eist dat het Sovjetleger Hongarije verlaat en dat er vrije verkiezingen komen. Wanneer Orbán in 98 voor het eerst premier wordt, loodst hij Hongarije richting Europese Unie. Maar de tijden zijn veranderd en de Russische invasie zou wel eens tot een breekpunt kunnen leiden, waarin Hongarije moet kiezen: Rusland of Europa. As long as the EU is, how should I say, in reasonably good shape, so it's acting together and it's shaping up, I don't think he can electorally choose Russia, because EU membership is still very popular in Hungary. Now, what happens if, let's say, I'm not predicting anything, but let's say in a couple of weeks from now, Marine Le Pen is the president of France, then that's a whole different story, right? Then that's an uncharted territory. We gaan nog even naar Budapest, naar Jan Baljouw. Jan, goeie avond. Wat heb jij daar gehoord? Waar heeft Orbán zijn overwinning aan te danken? Annelies, ja, dat is toch die oorlog in Oekraïne. Dat zegt iedereen hier. Dus iedereen dacht dat die oorlog in Oekraïne in het nadeel van Orbán zou spelen. Precies vanwege zijn goede banden met president Poetin. Maar hij heeft dat in zijn voordeel kunnen ombuigen. Hij heeft de kiezers kunnen zeggen van, ja, door mijn goede banden met president Poetin is de vrede in Hongarije gegarandeerd. En natuurlijk, je hoorde het al in de montage van Lauke, er zijn ook die gasprijzen. Orbán heeft met Rusland langdurige gasleveringscontracten afgesloten. En de prijs van dat gas ligt veel lager dan de hoge prijs op de volatiele gasmarkt. Mm-hmm. Als er straks in Europees verband gekeken wordt naar het verscherpen van de sancties tegenover Rusland, zou het ook over gas en olie kunnen gaan.
ja, moeten we dan verwachten dat Hongarije gaat dwarsliggen, denk je? Deze keer echt zijn voet neerzet? Dat is wat iedereen hier verwacht. Hè. Orbán heeft nu een duidelijk mandaat gekregen van de kiezers. Hij heeft een gigantische verkiezingsoverwinning geboekt. Tot nu toe heeft Orbán nog geen veto uitgesproken tegen sancties. Dus de eenheid binnen de EU is tot nu toe bewaard gebleven. Maar natuurlijk, ja, hoe verder die sancties gaan, hoe dichter we komen bij olie en gas uit Rusland. En hoe meer problematischer het wordt voor Orbán om daar sancties over te aanvragen. Dus de verwachting is wel dat hij daar een rode lijn zal trekken, zeker na deze verkiezingen, waarin hij de Hongaren goedkoop gas onder meer heeft beloofd. Aan de andere kant heeft Hongarije de EU ook nodig. Hongarije staat, net zoals zoveel Europese landen, voor een diepe economische crisis. Daarbij komt nog dat hier in de aanloop naar de verkiezingen de regering heel veel zogenaamde verkiezingsuitgaven heeft gedaan. Dat wordt geschat op ongeveer 5 miljard. Het gaat over een derde maand voor gepensioneerden, beperkt op de benzineprijzen. Dus Orbán zou het geld dat nu geblokkeerd zit in het corona-herstelfonds heel goed kunnen gebruiken. Maar dat belooft dus nog heel moeilijk onderhandelingen te worden met de EU. Ja, en blijkbaar is er ook een weggedreven nu tussen Polen, van oudsher een soort bondgenoot, en Hongarije zelf. Hoe ver zou hij dat willen laten komen, denk je? Ja, dat is inderdaad een gevolg van die oorlog in Oekraïne. Tot nu toe waren Polen en Hongarije twee handen op één buik. Maar ja, Polen is binnen de EU het land dat enorm op het gaspedaal duwt voor nog meer Russische sancties, nog meer anti-Russisch beleid. Terwijl Hongarije net het land is dat op het rempedaal duwt. En de leider van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid in Polen, Kaczynski, heeft al gezegd dat hij helemaal niet tevreden is met de houding van Hongarije, van Orbán. En de twee hebben elkaar nodig in het kader van die artikel 7-procedure die tegen de twee is ingezet door de EU. Dat kan leiden tot een terugtrekking van het stemrecht van de lidstaten als alle landen, behalve het betrokken lidstaat, daarmee instemmen. Tot nu toe hebben Polen en Hongarije elkaar altijd beschermd en was er dus geen bereikte unanimiteit. Maar als Polen Hongarije laat vallen, dan zit Hongarije natuurlijk wel met een enorm probleem. En tot slot, Jan, in tegenstelling tot de Balkanlanden, tot de Baltische landen liever, is Hongarije, of lijkt Hongarije, helemaal niet bevreesd voor Russische agressie. Terecht, of hoe moeten we dat begrijpen? Want er zijn historische banden, we zagen het in de reportage. Er is verzet geweest in het verleden tegen Rusland. Ja, ik denk dat het net die angst is voor Russische agressie die Hongarije tot deze houding heeft bewogen. Of toch in ieder geval veel Hongaren tot deze houding heeft bewogen. Oekraïne is natuurlijk een buurland van Hongarije. De grens is niet zo lang, maar er is in Oekraïne ook een grote Hongaarse minderheid die voor een groot deel ook Hongaarse paspoorten heeft. Dus dat conflict ligt voor Hongarije niet zo heel ver weg. Hongarije kiest inderdaad een radicaal andere houding dan de Baltische landen. Die kiezen voor confrontatie, terwijl Hongarije vooral Rusland wil te vriend houden om ervoor te zorgen dat Rusland niet overgaat tot acties tegen Hongarije. Maar natuurlijk is het nog maar de vraag of na de wreedheden die dit weekend zijn bekend geworden in Butsja omgeving, of Orbán die houding nog lang kan volhouden. Oké, jij blijft het voor ons volgen. Dankjewel, Jan Baljouw vanuit Budapest. En daarmee hebt u heel de zaken gehad. Ik wens u nog een mooie avond en heel graag tot morgen.